Ik ben vandaag met mama. Hey. We gaan ons haar verven. Mama die gebruikt een roze. Die had ik laatst. Plum. En ik gebruik violet pastel. Ik ga dus weer een nieuw uitproberen. En laten we beginnen. Nou ja, Jola die had dus laatst deze al gedaan in haar haar. Het was heel mooi geworden, maar het heeft maar heel eventjes gezeten. Omdat we het heel kort hadden laten intrekken. Want toen het ingetrokken was, toen zag het er zo heftig uit. Of toen het aan het intrekken was. Toen dachten we van, nou, we gaan het maar meteen uitspoelen. Maar dat vond ze heel erg zonde, want daardoor was het ook heel snel weer weg. Dus nu gaan we het iets langer laten intrekken. Ja, half uurtje of zo, denk ik. Een kwartiertje. Kwartiertje? Ja, deze niet langer. Precies. Ik denk dat we alleen al een kwartier bezig zijn om het in je haar te krijgen. Want we gaan ons hele haar doen. Handschoentjes hebben we, want die zitten er niet bij. Dus die moet je even zelf regelen. Of gewoon met je handen doen, maar dan moet je wel je handen behoorlijk veel wassen. Mag ik zien de kleur? Godverdomme, het is echt net zwart. Ja. Dat is nog erger. Nou, past wel goed bij mijn shirt. Is zo snel altijd weer op. Oh, kijk mijn haar. Het is super donker. Ik heb nog nooit zo mis. Baby, how this story's ending, turning through the pages, dancing as we go. One more look in the mirror now, one more baby. Got me hooked and now it's driving me now crazy. Last chance before we reach the end. And I want you, whoa. Searching through the haze now. Zo, daar zijn we weer. Ja, helemaal zwaar gedaan. Sorry, katuk. Nou, ik vind zelf Jola de haar heel mooi. Want er zit echt een hele lichte paarse gloed in. Ik zal het zo nog heel even van de achterkant ook filmen, dat je het heel goed kan zien. Maar het is echt heel mooi. Het is echt een beetje grijs-paarsig geworden. Ja, aan mijn haar is best donker. Best donker. En ja. Ja, het zit wel een beetje op het randje van ik heb er spijt van. Maar gelukkig is het wash-out. Dus het is er binnenkort weer uitgewassen. Maar het is ook een beetje een soort van paarsig. Mam, volgende keer als je je haar ooit gaat verven, neem deze. En laat het precies 20 minuten in. Toen jij deze kleur had, ja, was het ook zo licht. Weet ik. Dus het komt omdat Jola natuurlijk blond is van zichzelf. Die heeft natuurlijk nog nooit haar haar geblondeerd. En ik heb al heel vaak highlights ingedaan. Dus waarschijnlijk op de plekken waar ik gehighlight heb, heeft het gewoon veel meer gepakt. Nou, ik vind dit wel heel heftig. Maar goed, maakt niet uit. We wassen het er wel weer uit. Yep. Nou, ik zal jullie de komende tijd in mijn vlogs wel even laten zien wanneer het er weer uit is. Maar voor mij is het in ieder geval niet voor herhaling vatbaar. Voor mij? Wat betekent herhaling vatbaar? Of je het nog een keer zou doen? Voor mij wel. Ja? Soort heel donkerroze. Bijna zoals je shirt. Zo wat. Heel lekker. Mooie kleur. Dat was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als jullie het leuk vonden, geef dan een dikke duim omhoog. En een like is 200 binnen een week. En abonneer hier beneden. Doei! Doei! Tot de volgende video! Doei!